Nummer 1. Het is een 4-jarige merrie. Merrie met een ruim voldoende rasuitdrukking. Voldoende front. Zou in de bouw wat meer bespierder, met name in de bovenlijn, iets meer aangesloten mogen zijn in de bouw. Wel hard kwalitatief beenwerk, maar het kan wat correcter in het spronggewricht. Stap is voldoende ruim, maar zou met het achterbeen iets meer mogen doortreden, iets meer lichaamsgebruik kunnen tonen. De draf heel actief in het achterbeen, iets vlug. Zou ook voldoende ruimte, zou daar ook duidelijk wat meer ruggebruik kunnen tonen en wat meer opwaarts mogen draven. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek zonder premie. Nummer 2, ook een 4-jarige merrie. Merrie met een mooi front, sprekend hoofd, mooie verticale hals. Voldoende aansluiting in de bovenlijn. Zou ietsje bespierder en met name wat breder bespierd in de lendenpartij mogen zijn. Kruis zou iets langer mogen. Het heeft wel voldoende beenwerk, maar kan correcter, met name in het voorbeen. Voldoende ruimte in de stap.
en regelmaat zou iets actiever mogen. In het draf heeft hij voldoende mooie houding laten zien met een ruim en krachtig achterbeen, met voldoende opwaarts. En mede door zijn draf wordt het opname in het stamboek met een derde premie. Voor de hogere premiering zit toch de correctheid in het beenwerk deze merrie in de weg. And now for the foreign people who seeing us, it is a third premium and the weather high is 165. And the horse number one is going up in the stud book without premium. Ja, dit paard voltooit zijn presentatie niet. Heel jammer. Het is een heel mooi paard. Heel veel rasuitdrukking. Heel goed gebouwd. Alleen in de beweging mist hij de takt. En vooral rechtsachter is hij onkant. Dus kunnen we niet verder opnemen in het stamboek.
Nummer 4. Jonge Meinte. Mooi jeugdig paard. Met ruim voldoende rasuitdrukking. Mooi sprekend, voldoende sprekend hoofd. En lange hals. Licht horizontaal in zijn haltstand. Goede bovenlijn. Zou iets minder hellend in het kruis mogen. Kan enigszins correcter in het voorbeen. Ook in de beweging. Stap is actief. Met de afdruk. Iets meer ruimte in het voorbeen zou niet meer staan. En draf, mooi krachtig achterbeen. Met voldoende snelheid. Brengt het met voldoende snelheid onder. Zou ook iets meer ruimte in het voorbeen mogen laten zien. Maar mede door zijn beweging. En met name de draf wordt het stamboek ster met een tweede premie. Nummer 4 is going up in the studbook with the second premium studbook star. Nummer 5, de 3-jarige Hette, heeft voldoende rasuitdrukking. Zou iets sprekender in het hoofd mogen, iets smal in het hoofd, wel voldoende halslengte. Goede bovenlijn, kan iets minder hellend in het kruis. Kwalitatief goed beenwerk, zou iets minder krom mogen in het achterbeen. Stap is ruim. En met een goede regelmaat, iets meer afdruk zou deze merrie niet meer staan. Ook in draf heel veel ruimte met een mooie houding, met souplesse. Zou iets het achterbeen iets met meer snelheid onder mogen brengen. Maar mede door de goede beweging en met name de stap, wordt het vandaag stamboekster met een tweede premie. Hey!
Er is iemand heel blij geworden en dat kan ik me ook voorstellen. Nummer 5 is going up in the studbook with the second premium Stambook Star. Dan de uitslag van nummer 6, de jonge Alwin. Het is een aansprekende merrie met een mooi sprekend edelhoofd. Goede zwarte kleur, goede halsplaatsing. Ook in de bouw met een mooi doorlopende schoft en een goede bovenlijn. Beenwerk kan iets correcter, met name zowel in het voorbeen als de bewegingsafloop in het voorbeen. En kan correcter in het achterbeen. Deze merrie heeft zich prima opgewaardeerd in de beweging. Met veel ruimte, tact en regelmaat. En ook met een krachtig achterbeen. En mede door de beweging wordt het Stambookster met een tweede premie. Voor een eerste premie zou het beenwerk correcter mogen. Nummer 6 is going up in het studbook with the second premium. So it becomes Star, studbook Star with the second premium.
nummer 7. Dat is de laatste van deze rubriek. Het is een aansprekend paard met een mooi front. Ook mooi gitzwart van kleur. Met voldoende behang. Sterk gebouwd. Mist enigszins de langgelijndheid. En daarmee wordt het toch iets minder jeudig. Voldoende hard in de sprongen. De kogels die mogen iets ovaler zijn. Stap is goede regelmaat met afdruk en ruimte. En het draf heeft hij mooi ruim het voorbeen laten zien met houding. Met een goed gebruik van het achterbeen. Zou iets meer souplesse mogen tonen en wat iets meer zweemoment. Maar mede door zijn rasuitdrukking en bouw. Plus het goede stap wat de stamboekster met een tweede premie. Seven is going up in the studbook with a second premium. It's going up with star second premium. Nummer 8, de 7-jarige Wimmer. Het is een merry, zou iets meer rasuitdrukking mogen. Blijft wat kort in de nek en ook de halsplaatsing zou duidelijk wat meer bovenuit het schouder mogen. Bovenlijn kan sterker en meer aansluitingen tonen. Ruim voldoende kwaliteit en correctheid in het beenwerk. Stap is ruim en krachtig. En het draf heeft u wel een taktmatige manier van draven laten zien met voldoende ruimte in het voorbeen en snelheid in het achterbeen. Maar we missen toch wel het doortredende achterbeen en wat meer ruggebruik. Maar mede door zijn stap wordt het vandaag stamboek met een derde premie.
Number 8 is going with a third premium. Nummer 9, de 5-jarige Alke. Aansprekend in zijn type, met een mooie voorhand, mooie lichte hals en nek. Goede bovenlijn, goed ook in de verhoudingen. Beenwerk missen we toch met name in het voorbeen de correctheid. Stap kan ruimer en iets meer door het lichaam, iets meer regelmaat. Draf heeft hij wel
mooi krachtig achterbeen laten zien met voldoende snelheid en houding. Zou iets meer ruggebruik mogen tonen, iets meer zweefmoment. Krijgt vandaag een derde premie en met name de correctheid van het beenwerk zit dit paard in de weg voor een hoge premiering. Nummer 9 is become today a third premium. Nummer 10, 4-jarige Hessel. Aansprekend in zijn voorhand, toont heel veel front. Ruim voldoende in de bouw, alhoewel het kruis iets minder hellend mag zijn. Is ook licht neerwaarts in zijn romprichting. Kan correcter in het voorbeen
en ook iets meer kwaliteit in het achterbeen. Stap is goede regelmaat met voldoende afdruk en ruimte. Draf heeft een mooie houding laten zien en een ruimend voorbeen. Alleen hij mist toch wel enigszins de coördinatie en daarmee de balans. Het zou het achterbeen duidelijk iets resoluter onder mogen brengen. En mede door zijn correctheid of niet correctheid in het beenwerk en het draf wordt het vandaag geen ster. Nummer 10, 4 years old, is no star today. Dan de uitslag van nummer 11, de driejarige Tjalle. Hengst met een mooi sprekend hoofd, valt op met zijn mooie voorhand en ook de jeugdige uitstraling. Mooie schouderpartij ligt erin. Het kruis mag iets minder hellend zijn. Voldoende kwaliteit en hardheid in het beenwerk. Stap kan ruimer en iets meer afdruks. Zou iets realer mogen. Maar dit paard, de hengst, heeft zich geweldig opgewaardeerd in zijn manier van draven. Met heel weinig ondersteuning, dat heeft hij ook niet nodig. Heeft heel veel kracht en ruimte en souplesse laten zien. En met name door die sterke draf wordt het een ster. Gefeliciteerd. Nou, dit was een mooie afsluiting.
Zeker met een dergelijke dravende hengst. Hartelijk dank voor de ontvangst en de gastvrijheid. De locatie is prachtig om te keuren. Lekker weer. En hebben we mooi afgesloten in deze lommerrijke omgeving van Gaasterland. En we gaan vanmiddag door bij Piet Sippen in Rottum. Tot straks.